De vereniging van Cambiohouders doet een dringend beroep op de gemeenschap te stoppen met het kopen van absurd duur aangeboden valuta. Dit hebben de Cambiohouders publiekelijk bekendgemaakt na een onderhoud met Maurice Roemer, governor van de Centrale Bank van Suriname, en zijn directieteam. Afgesproken is de komende dagen stappen te ondernemen om de grillige wisselkoersen onder controle te krijgen. De acties zullen vanuit een breed maatschappelijk spectrum worden ondernomen. De cambiohouders vinden dat de dagelijkse zoektocht naar valuta gestaakt moet worden en dat alleen bij dringende noodzaak de burgers zich moeten wenden tot de erkende instellingen. De constante zoektocht naar valuta kan volgens de cambiohouders grote gevolgen hebben voor de gehele economie van het land. Met als gevolg een drastische verhoging van de prijzen van alle goederen en diensten. De cambiohouders wijzen er ook op dat de druk van de valutamarkt met meer zuurstof biedt aan speculatie. Ook wijzen ze erop dat als deze druk niet beperkt wordt, we als natie met langdurige, pijnlijke en mogelijk onomkeerbare effecten zullen moeten dealen.